De vooruitstrevende hervormingspartij, de VHP, zal de geboortedag van Jagannath Lachman op 21 september herdenken met een conferentie over nationale verbroedering. Vandaag hield de Oranje Partij een persbriefing over deze conferentie. Voorzitter Chan Santokhi vertelde dat Lachman een grote rol heeft gespeeld in de Surinaamse politiek en zijn werk daarom niet vergeten mag worden. Dat is één moment geweest, maar daarna zijn er verschillende momenten geweest waarbij deze verbroederingspolitiek met succes is toegepast. Het is zelfs zo geweest namelijk in 1967 dat de heer Jopie Pengel in die verkiezing niet gekozen werd. En daar zat de heer Lachman, ja, maar hoe moet ik nu die politiek voeren als één belangrijke etnische leider niet in die politiek zit, niet in die politieke macht zit. En hij heeft zelfs zijn gekozen parlementariërs van Saramaka laten terugtreden, zodat er daar nieuwe verkiezingen gehouden kon worden. En daar heeft hij Jopie Pengel in het Hindoestaanse bolwerk als kandidaat gesteld, als VHP-kandidaat. En daar werd Jopie Pengel in Saramaka gekozen als VHP-kandidaat om hem weer in het bestuur te brengen. Zie daar weer een andere grote daad van onze legendarische leider, de heer Jagannath Lachman. Ex-minister van Binnenlandse Zaken en historicus Maurits Hassan Khan ging in op het inhoudelijke van de conferentie die voor iedereen toegankelijk is. Enige voorwaarde is dat de mensen zich van tevoren moeten registreren, moeten opgeven. Het is kosteloos en het wordt georganiseerd op zaterdag 21 september in het Lalaroek-gebouw. Daar hebben we een paar keren op prettige wijze onze conferentie gehouden, laatst in februari, over waarden en normen. En we hebben goede ervaringen, dus wordt daar gehouden. Voordeel is ook dat je een ruime parkeergelegenheid daar hebt. We beginnen om 9 uur. Inloop is om 8:30. En we hopen te eindigen tegen kwart over één en daarna hebben we nog een lunch en het geheel eindigt om 2 uur. Tot zover ex-minister van Binnenlandse Zaken en historicus Maurits Hassan Khan. Hij sprak vandaag op de persbriefing van de VHP over de Nationale Verbroederingsconferentie die gehouden wordt om de jaardag van Jagannath Lachman te herdenken.